allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van mij en van Johnny Boy en Edwin. Want het is dinsdagavond, ja bijna avond, en wij staan op de lijst om 8 uur de boot op te gaan naar Corsica, om daar morgen met z'n drieën te lossen. Dus ik neem jullie even vanavond nog een stukje mee en ik laat jullie nog wat dingen op de boot zien. En dan ja, mogen we het lossen. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Nou, ik heb het sleepboog eraan gemaakt. Daar gaan ze natuurlijk straks aan vast zetten. Dus ik heb liever niet dat ze met haken onder de bumper gaan om die auto vast te zetten. Dus ja, Son die heeft het ook gedaan. Ik heb Edwin ook even meegeholpen. Die was nog zijn tas aan het inpakken. Om straks mee te nemen ja, op de boot. Moet er wat spulletjes bij hebben. En ja, hier zit Son. Ja, die is... Ben je aan het bellen, John? Ja, ik ben aan het bellen met iPhone. John is aan het bellen, want hij denkt dat hij de Titanic op gaat in plaats van de boot naar Akiyako. Nee, dat valt best wel mee. Dat valt best wel mee. Dit wordt een leuk tochtje, jongens. Dat kan ik jullie wel beloven. Hij is op opnemen. Dus, ja, kijk, John die hebt dat ook. Die hebt ook zijn sleep ook. Nou, maar Edwin ziet hetzelfde als bij mij, dus... ja, en dan ja, gaan wij gewoon even in de wachtstand. Dan ja, ga ik wel wat beelden proberen te maken als we de boot oprijden in ieder geval. Dus ja, om jullie toch een klein beetje een indruk te geven. Dus tot zo. Inmiddels staan we dus op de boot en ik heb een luxe tweepersoonskamer gekregen. Dat is het tweede bed. Maar ik kan mooi op boven blijven, want er staat bij mij niemand op de kalender om hier mee te komen overnachten. Nou, hier hebben we de toilet en de doucheruimte. Dus nou ja, daar ga ik eerst even gebruik van maken en dan ja, gaan we naar boven toe. We zitten met z'n drieën naast elkaar, er zit één kamer tussen geloof ik. Dus nou ja, best weet je, je kan slapen, prima. Dus ik ga eerst even douchen en daar neem ik jullie niet meer mee. Later! Nou,
Nou, en John die heeft zijn eigen boot daar gevonden. Die hangt daar boven in het rek. Dus als er vannacht iets gebeurt, dan is John in ieder geval de eerste die in die sloep zit. En Edwin die is een plattegrond aan het zoeken van de boot. Dan weet ik de weg terug. Die staat niet op je telefoon, Edje. Nee, maar dan weet ik de weg wel terug. Ja, dat dan weer wel. Dus ja, voorlopig is het dan gezellig. Nou jongens, we zitten lekker even te lunchen. Dus, santé! Proost allemaal! Johnny is goed bezig. Eet smakelijk, John. Eet smakelijk, jongens. Ja, en proost. En proost. Ja. Lekker eten, Ed. Proost. Ja, smakelijk. Smakelijk. Nou, inmiddels zijn we de haven ingevaren van Ajaccio. Zoals jullie zagen. Ik weet niet of dat jullie het een beetje kunnen zien. Dat is, ja, ik vind het wel een bijzonder iets. Ja, ik ben hier natuurlijk op Corsica ben ik wel geweest. Of, ja. Maar dat was natuurlijk in Bastia een paar jaar geleden. En nu zijn we eigenlijk halverwege het... het eiland in Ajaccio komen we binnen. Dus het is weer even wat anders. Ik zal jullie even zien. Ajaccio, er komt toevallig net een boot aan. Dus nou ja, we zijn aan het binnenlopen, dus we gaan er zo afrijden. Dus vandaaruit neem ik jullie mee verder naar waar we naartoe moeten. Ja? Lossen! Oké. Ik wil de
Nou, ik sta echt met mijn giegel in de zon te kijken, dus dat is niet handig. Maar ja, we hebben hem eventjes bij een supermarkt op het terrein gezet, want we kunnen niet alle drie tegelijk lossen. Dus we moeten één voor één lossen. Er blijft er één bij de auto's en er rijdt er eentje mee met de ander om even te helpen, te assisteren. John die heeft geen pompwagen bij, dus de eerste auto die laat Alex pompwagen staan. En dan, dan komt het goed. Dus ik ga jullie meenemen. Nou, John die rijdt met mij mee. Ik ga als eerste lossen. Dus we gaan die kant op. Nou, het gaat hier vrij gemoedelijk. Wij zetten ze op de klep. Johnny die bedient de klep. En die mensen die rijden ze er weer af. Dus ja, prima. Er is niks aan de hand. Zo, nou, wij staan weer op de parking. Ja, we gaan toch eerst alle drie die auto's lossen. Dus nu zijn Edwin en John Edwin's auto aan het lossen. En dan denk ik dat ik zo meteen mee rijd met John om zijn auto weer te lossen. Dus, ja, prima. Het is niet het handigste plekje, zeg maar, om even te lossen. Met drie auto's al helemaal niet, natuurlijk. Het is met één eigenlijk al een ramp. Maar goed, we moeten er wel lossen. Dus ja, nou ja. De mijn is in ieder geval leeg.
Nou, jullie zagen het, Edwin die is alweer terug. En John die wacht alweer. Ik ben nu met de auto van John onderweg. Weer terug daar naartoe om deze nog even te lossen. Nou, dan zijn we mooi voor de middag alle drie leeg. Dus ja, helemaal top. Het is niet geloven, het is niet weer het makkelijke werk. En ik maar sjouwen, weet je wel. Ik maar sjouwen. Oh, let op. Ja, het gaat toch gebeuren. Het gaat gewoon wel gebeuren. Ook deze trailer is leeg. En ja, ik heb er straks die auto hier naartoe gereden. En John die kan gewoon lekker zelf terugrijden naar waar we vandaan komen. Dus weer terug naar de parking. Dat gaan we doen. Ja, ik zou zeggen, gas erop maar. Het is maar 3 kilometer of zo. Maar het is hier druk. Dus dan gaan we een kwartiertje over doen of zo. Ja, prima. We hoeven het zelf niet te lopen. Dat is wel een voordeel. Ik kan dan toch lekker zitten, lekker buiten eten, lekker buiten drinken. En dat februari. Heerlijk. En een beetje aan het genieten van Corsica, John? Zeker te weten, ja. Ja, we zijn al een half uur naar mijn auto aan het zoeken, maar ik weet niet waar je allemaal langs gaat. Ja. Toeristische route. Ja. De boulevard. Je kent er gelijk links op, hè? Gelijk links op. Ja, je hoeft niet naar die volgende rotonde te rijden. Ja. Zo, ja. Beetje Italiaanse stijl, maar dat lukt. Kijk, dat was nog een probleem. Nee, joh. Doortrekken naar pad op. En dan achteruit hier naartoe steken. En dan gewoon hier even achter ons wegzetten, denk ik.
makkelijk zat je. Je bent natuurlijk op Corsica, dus wij zijn klaar met lossen. En ja, dan ga je maar een beetje het centrum in. Kijk, met Johnny en met Edwin. Even gezellig een rondje wandelen. En dan kom je hier die Napoleon tegen. En die ken ik nog van vroeger, dus ik heb even een praatje met hem gemaakt. En hij blijft al staan, zei hij. Dus nou, ja, prima, weet je. Maar ik ga wel verder. Dus we gaan even verder kijken. Kijk jongens, hé. Dus de top. Hey, dat is gewoon voor je werk, hè. Gewoon even voor je werk. Ik sta hier eventjes op een plein binnen in Ajaccio. Ja. Iemand wil het doen, dus ja, dan doen wij het maar. Hoppakee. Zo jongens, weer een andere kamer. Nou, daar ben ik met camera. Klein camera. Ja, ik denk dat ik vandaag wel genoeg heb laten zien. Dus ja, wij gaan even wat drinken weer en eten. Ik ga eerst even douchen. En dan komen we beneden bij de winkel komen we weer samen of bij de bar. Maar ja, ik sluit hier wel de vlog af. Dus nou, ik hoop dat jullie het allemaal weer leuk vinden. Dat ik genoeg heb kunnen laten zien. Dus ik zou zeggen, prettig weekend en tot de volgende vlog. Houdoe!